Dag Alice, we zitten hier bij MenTV bij de Vlaamse top 10 opnames. De zomer hebben we gehad. Wat heb je allemaal gedaan de voorbije zomer? Op welke manier heb je die doorgebracht? Ik heb eigenlijk een heel boeiende zomer achter de rug gehad. We hebben volop gewerkt aan de muziek. En niet alleen de muziek natuurlijk, ik ben ook verhuisd. We hebben een huisje gekocht, dus we hebben nog heel veel renovatie te doen. Het is echt een hele vermoeiende zomer geweest. Okay. Is de zomer je favoriete seizoen? Of hou je eerder van de herfst, de winter, de lente? Ik hou van de zomer, maar zo de decembermaand, de wintermaand is ook een van mijn favorieten. Waarom? Kerstmis. Ah, okay. Speciale sfeer daarom natuurlijk. Ja, zeker en vast. Ja. Je treedt op in de zomer. Treed je dan liever op buiten of hou je liever van de sfeer binnen? Ik hou het liefst van de klank meestal binnen, maar de sfeer buiten, naar lang gaan, waar het is als het plein vol staat, dan is dat niet te overtreffen. Ja. De voorbije weken hebben we heel wat festivals gehad, parkconcerten. Hou je daarvan om die te bezoeken? Of ja, te weinig tijd? Ik vind elk evenement en elk optreden heeft zijn charme. Dus, En heb je dan favorieten? Heb je een genre dat je kan bekoren of artiesten? Gewoon, dat is heel uiteenlopend. En dat is ook geleerd meer en meer als je in het vak zit zelf, dat eigenlijk je interesses heel ver lopen. Ik heb heel veel nieuwe genres en muzikanten en artiesten leren kennen, waardoor dat ik nu niet meer kan zeggen dat één genre mijn favoriet is. Ben je de voorbije periode op reis geweest? Zo niet, heb je vakantieplannen? Nee, ik ben niet op reis geweest. Het is voor mij heel druk geweest wegens de verbouwingen. Dus voorlopig gaan we nog eventjes moeten wachten met de reis te plannen. Heb je een droomvakantie voor ogen? Dat je zegt, daar wil ik ooit eens naartoe gaan. Ja, ik wil heel graag naar Kenia gaan. Vooral omdat ik heb gelezen dat de aapjes daar je ontbijt van je bord komen pikken. En dat zou ik wel leuk vinden. Oké, is er dan ook een streek dat je nooit wilt bezoeken, om een of andere reden? Goh, dan moet ik al eens denken. Ik ben één keer heel ziek teruggekomen van Egypte. En dat is nu niet direct mijn eerste voorkeur om terug naartoe te gaan, denk ik. Ja, we hadden de zomer en heb je daar dan ook een favoriete drank of snack dat je dan speciaal wilt verorberen? Of, Ik drink eigenlijk nooit alcohol, maar als ik dan eens iets drink, dan is het pina colada. Ja. We hebben de voorbije jaren heel wat zomerhits gehad. Bijvoorbeeld de Lambada, Una Paloma Blanca, de Macarena enzovoort. Is er voor u een zomerhit die je bijgebleven is? Oh, dat is moeilijk. Ik ben heel slecht in titels onthouden. Ja. Dus daar moet ik echt al aan denken. Als ik het liedje hoor, ga ik direct kunnen zeggen uit de mouw is dat moeilijk. Alice, wat zijn je muzikale plannen voor de nabije toekomst? Zeer nabij is rond de kerstperiode op 15 december doe ik een kerstconcert. Een duoconcert samen met Dora. En dat is in de Begijnhofkerk in Lier. En daar zijn we nu volop aan het werken met allemaal live muzikanten. Het gaat heel gezellig worden. En wat is het concept dan? Wat mogen we verwachten? Het concept is eigenlijk een Christmas fairy tale. Dus het is echt allemaal kerstmuziek in een heel feerrijke sfeer. Is het eenmalig of is het de bedoeling dat je ook naar andere streken trekt met dezelfde show? Dit jaar is het eenmalig. Ja. We gaan proberen het wel op te nemen dat we ook de promo kunnen gebruiken. Misschien om nog op andere plaatsen volgend jaar op te staan daarmee. Heb je nog een andere muzikale wens voor de nabije of latere toekomst? Ik ben heel hard aan het werken aan de countrymuziek, dus ik hoop de countrymuziek ook wel tot leven te kunnen brengen hier in België om daar verder mee te kunnen doorgaan. Misschien iets wachten, want Laura Lynn heeft net een country-cd uitgebracht. Of denk je dat dat geen probleem is? Ik denk dat dat totaal niet te vergelijken valt, aangezien zij nog altijd Nederlandstalig zingt. Ik volledig ben omschakeld naar het Engelstalige. Ah, je zou dus country in het Engels uitbrengen? Ja, okay. Ik heb nu al 3 singles uit in het Engelstalige country. Okay. En het is ook de bedoeling dat we daar weer verder werken. Dus ik heb heel toffe mensen ontmoet, Joka Siers en Nathan Osmond van de Osmond Family in Amerika. Die hebben meegeschreven aan de laatste single. Eigenlijk, dat is een heel leuk gevoel. Het komt allemaal van diep binnenin. Dus, Allee, wat kan je nog wensen dan om af te sluiten? Ik denk een goede gezondheid om te beginnen. Het belangrijkste voor iedereen. Dus, Ik wens u alle succes. Dank je wel.